High five. All right, babe. Is gelukt. Toppie. Yo. Bubbly, bubbly. Wat? Januari. Waar loop je nu, joh? Wauw. In Voorschoten. Kijk eens even, wat een mooie vis hier, joh. Oh, kijk. Wat is nou? Wauw, wat een mooie vis. Je hebt zo. Is het nou een zwarte die dood is? Ben je even in die dood? Die is wel cool, hè? Ja. Wat zie je daar? Deze? Ja, daar ligt. Ja? Is dood. Ja, die heb het even zwaar. Die heb het even zwaar. Nee, dit ruikt gewoon. Maar die zijn wel mooi, zeg. Oh. Ja, die is echt wel heel erg. Maar die is er inderdaad. Deze heet Full Moon. Volle maan. Nou, dat is wel heel mooi. En die is de gouden erbij. Gouden. En hier heb je, hier staat iets wat je niet leest. Volgens mij zijn dat dezelfde, alleen die zijn nog wat groter. Ja, dat zou kunnen. Loop even verder, even kijken. Nee, echt even hier, echt weer lopen, ik ben even bezig aan het werk. Wow, kijk, het is voor de rest alleen maar goud, zit er één. Ja, iets anders. Ziet één andere kleur daar. En deze is ook mooi. Die zijn groot! Die zijn echt groot. Ja. Maar die zijn ook wel mooi, deze. Ja, zwart-wit, hè. Met ja. Hele grote ogen. Ja. Ja, die daar. En deze dan? Kijk eens even hier. Wauw, die zijn niet dun. Zijn niet dun. Nee, die zijn wel heel groot. En deze, die komt niet eens omhoog. Ja, je ligt een beetje de bodem zo. Zo. Wat zijn die gek? Zo. Maar dit zijn geen kooikarpers. Kijk hoe groot die is. Ja, maar dit zijn geen kooikarpers, hè? Nee. Dit zijn eigenlijk vissen die je normaal bij de Chinezen in de aquarium altijd ziet. Echt? En volgens mij kan je deze niet in de vijver doen. Hoezo niet? Nou, volgens mij gaan ze dan de winter niet overleven. Ik vind ze wel heel mooi. Ja, of heel lelijk. Ik vind ze wel heel bekijkt, ja. Ik vind ze bepaald mooi, maar ik vind ze buiten echt niet. Ik had niet verwacht dat ik deze winkel hier tegen zou komen. Daar ging het niet voor. Kijk zo, die heeft gewoon kleine wimpertjes. Ja. Ik kom gewoon achter mijn vinger aan, hè. Nee. Dat zijn de wimpers, zie je dat? Ja, dat zei ik ook al. Wat is dat? Een heel kleintje zie je, hè? Maar wat is dat als hij nou zuigt, gaat hij daarin? Nee, hij zuigt niet. Hij doet er juist water bij. Zo, hier is het donker. Ja, dat is een beetje donker, ja. En daar is ook hele korte. Kijk toch op, die mooie ogen. Ja, die ogen die staan helemaal de andere kant op. Ja. Zo, wat een drukte. Ja, die zijn er wel veel, hè? Ja, maar het is echt een drukte, joh. Ja, maar goed, verderop hebben ze helemaal niks. Dus ze kunnen zwemmen. Ze komen bij elkaar. Ze zien jou natuurlijk en dan komen ze naar je toe. Oh, nee. Kijk, zie je? Wacht, ga je achter mijn deur aan? Oh, nee. Die gaat allemaal kant op. Die worden allemaal weggeduwd. Kijk hier dan weer. Wow, een bak vol. Wow. Oh, echt een bak vol met water. En wat is er overloopt? Dat loopt niet over, want dat komt elke keer water in die andere, zie je. Dat komt van de ene zo naar de volgende. Waar loopt dit dan weer? Dat wordt opgezogen, gaat hier naartoe. Dat gaat zo, hier onderlangs zo. Zo,
En wat gaat daar maar? Wat moet ik iets zeggen? Was deze dan weer niet vol genoeg zit? Die vissen liggen al bij elkaar daar. Waar? Nee, bij je. Mama's. Oh! Ja? Ik ga kijken. Even kijken. Oh, die zit er water maar in. Even schoonmaken. Kijk, wat veel zeg. Mooi. Ja. Hier ook dan. Kijk dan hoeveel. Ja, die vissen moeten het gewoon water hebben. Ik heb zo'n klein beetje water. Ja. Mooi hoor. Ik ben aan het verversen, dus ja. Het moet heel even. Alleen kijk. Dus dat zijn er pas veel allemaal bij elkaar. Dit ook. Maar ze hebben er meer. Ze hebben minder goudvissen dan echt die zwarte. Maar daar hebben ze pas veel vissen. Er zitten nog maar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toch leven ze wel. Ja. Maar ze moeten even acclimatiseren. Er zitten er nog 13. Ja. Nog gewoon niet bij die groep. Wow, kijk wel. Ik vind ze heel mooi. Kijk wel. Er zitten ook wel bij natuurlijk 2. Heel apart. Vooral voor de Chinese winkel, denk ik. Ja. Niet voor in de vijver. We gaan even buiten kijken, want ik hoor net dat er buiten ook kooikarpers zijn. Ja. Je hebt een lijn op de lichting. Oh, hier! Oh, jeetje. Dit zijn de kleintjes. Die komen over kut mee toe. Nou, nu zijn we. Oké. Dit zijn mijn hele kleintjes. Kan je veel rustig, hè? Oh, ja. Wow, wow! Zo. Wat is dit groot en diep? Daarom pak ze alleen dit gedeelte en niet die ondergedeelte. Nou, dat komt omdat jij er nu voor zit. Ze komen op jou af, denk ik. Ja. Oh ja, die, dat zijn echt al bijna karpers. Nee, ze zijn allemaal karpers, schat. Maar de ene die is al wat ouder dan de andere. Dus wow, die heeft lippenstift. Ja. Oh, wow, die is geel. En hier? Nou, dit is die dag waar hij het over had, die wat groen ziet. Ja. Hoe komt dat? Ja, een beetje alle. Nou, dat is de filterlamp, de UV-lamp. Ja. Hier heb je overlucht. Zo, dit zijn er beide. Dit zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, maar die zijn weer wat kleiner. 9. Wow, hier heb je echt een hele knol zwarte met een beetje oranje. Wow, dit zijn er veel! Wow, dit zijn er echt veel! Ik kan ze niet eens tellen. Ze zijn allemaal door elkaar. Mooi rood-witte, hè? En zwart-witte. En dan daar heb je echt zo'n... Ja, zo'n eentje. Die is echt helemaal wit. Zie je? Oh, wow! Hier heb je ze ook gewoon, hè? Hier. Wat zijn dit voor visjes? Dat zijn sluiers. Sluier? Wat is dat? Nou, ze hebben hele grote staarten. Oké. Ze noemen wel een sluierstaart. En waarom is dit zoveel steekjes? En het is ook wel lekker op de hoogte. Nou, ze komen wel op je hand af, hè? Ja. Ik kom heel goed op mijn hand. Die andere kant? Die andere hier, die achter je? Oeh, ze schrikken zelfs van je hand even. Ja, ah, ze komen wel weer terug. Zie je, ze komen wel weer terug. Ze komen niet eens in de buurt.
Ik doe het zo en dan zijn we weer weg. Ja. Wow, die gele. Die is mooi, zeg, die gele. Op. Hé, hey, hij komt op mijn vinger af. Op. Ja. Op, 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 op. Hey. Oké, dit zijn allemaal drie kleuren. Zie, die heb jij ook. Ja, maar kijk, deze heeft lippenstift. Ja. Helemaal. Je hebt ook drie kleuren in je vader. Ja, maar deze gele vind ik het allermooist. Deze is ook een mooie. Ja, die vind ik het allermooist. Die zie je ook het beste aankomen. Nee. Wat is dit? Niks, dat zijn... Oh ja, die zijn die groene dingen. Hier is de kleintjes in. Ja. Maar dat zijn er echt wel duizenden. Nee, dat zijn denk ik 100, 200. Zijn maar ze moeten nog een kleur komen. Kleur? Ja, ze moeten nog een beetje een mooie kleur komen. Zoals deze. En deze, kijk, die zijn al heel mooi. Die hebben ook zwarte stippen. Die soort hebben wij een beetje. Ja, die hebben wij een beetje, ja. Een beetje met dat oranje. Kijk, dat wordt die gele wordt een beetje die groot. Ja, dat lijkt daar wel op, Jan. Ja, die lijkt er alweer een beetje op. Als die nog groter zou worden, dan wordt dat die. Dan gaan we even binnenkijken. Kijk, hier aan de achterkant ook nog. Wauw. Dit zijn er wel echt heel veel. Ja, dat zijn er heel veel. Ja, dat Toshia. Toshia. Tazo Kin. Wat zijn er? Oh, die vind ik mooi. Maar eentje? Ja, dat kan. Oh, die heb je allemaal ook nog. Wat heb ik hier? Oh, dat is een beetje groen. Nu zitten er maar 6. Dit vind ik echt een mooie vis, ja. Met echt die knalgroot. Een hele grote bovenin. Waar? Hier boven. Oh, wow. Die zijn ook groot en mooi, hè? Ja. Hier. Verderop ook, zie ik ook nog mooie. Waar? Doorlopen. Bovenin. Oh, daar inderdaad. Ja, ook nog. Ja. Ik heb wel heel veel vissen deze meneer, hè? Hier zit niks in, toch zit er een spin schuimelijk. Ja, misschien moet er wat in... Zo, wat een grote spin. Oh ja, er zit een spin. Een hele wereld. Maar die vinden de vissen wel lekker, die spin. Die moet je erin gooien. Nee. Moet je stokje pakken, een blaadje? Nee. Eten ze gelijk op, de vissen? Nee, dat doe ik echt niet. Durf je dat niet? Nee, dat durf ik niet. Oh, dat durf je niet. Ik ben hartstikke bang voor spinnen. Nou ja, de spinnen zijn banger voor jou dan... Voor hun, van mij. Ja, voor jou. Maar ik ben ook al bang. Want ik vind het kriebel altijd niet leuk. Oh, oké, ja. Van die vissen. Dan ben ik altijd raar. Ah ja, wel veel vissen die meneer, hoor. Mm-hmm. Deze is ook wel mooi. Ja, die zijn wel mooi. Ja, je kan nog naar achteren. Ja, deze is ook wel mooi van boven. Kijk eens even. Ja, die zijn echt mooi. Maar zo ook, hè. Maar ze zwemmen meer boven, dus dan kan je ze zo een beetje zien. Kijk, hier lijkt het net als ze twee keer zijn. Als je ook van bovenaf kijkt, lijkt het alsof ze twee keer zijn. Hey, wat heb jij gekocht? Speciale kooivoer. Ja. Dat is op deze manier zelf gemaakt. Maar, dus we gaan het even zien. We gaan kijken of ze het ook eten. Van ons lekker vinden. Ja, we gaan zien. Of het eten. Nou, we lopen binnen en buiten door. De ene loopt naar binnen en de andere loopt buiten door. Ik loop gewoon. Je loopt naar buiten. Oké. Nou, hier waren we nog nooit geweest, hè? Nee, dit vind ik eigenlijk ook wel een goede. En wat is hier nog allemaal? Zijn we een tent? Lopen we eens heen, kijken. Maar we kunnen daar niet zo heen. Ja, natuurlijk wel. Oh nee, we moeten even omlopen dan. Ja. Om te lopen. En dan kom je hier. In een showroom. Met allemaal tuinstoelen. Ja, kan je zelf even omverbouwen in jouw set. Niet bijzonder, maar niet bijzonder. Wat hebben ze hier? Ja, nou lopen we heen. Hier loopt ook de gang. Misschien zie je een vijver. Wat? Ja, loop maar. Kom je ook mee? Nee, ik loop ook. Ja. Kijk, hier een mooie buitenkeuken. Hier een mooie buitenkeuken. Ja. Moet je kijken. Nee, jij kan er ook zo heen. Want het is... Okay, ik ga er zo kijken. Wat is daar dan? Weet ik niet.
van een barbecue? Volgens mij is er niks meer daar. Nou, hou hem goed vast, die zak. Zo zwaar is die zak niet, een kilo. Eens even kijken. Allemaal steentjes, ja. Kijk, zit u lekker, mevrouw? En, zit het een beetje? Zit het een beetje? Oh ja, ik zat even geobsedeerd door haar schoenen. Nou, dit is prima. Gooi maar daar neer. Kom, we gaan toch naar de auto. Oh, ik zit net. Je zit net. Hartstikke goed. Ja, dan kan je de auto dus. Nou jongens, dat was even een onverwacht evenementje met vissen. Had ik niet verwacht. Ik ben benieuwd of de vissen dit voer lekker vinden, maar dat zien jullie vanzelf. Oh, lekker zitten. Thank you.